Goedemorgen, welkom bij het laatste werkcollege alweer. Jullie allemaal je camera kunnen aandoen voor de mensen in Zoom. Goed jullie te zien. Blij dat jullie erbij zijn deze vroege ochtend voor het laatste werkcollege. Nou ja, we hebben nog twee onderwerpen niet besproken en die gaan we vandaag bespreken. Futures and Forwards en Short Term Finance. Ik heb op maandag 4 vragen gepost. Ook nog eentje over Risk Neutral Pricing voor opties. Maar ik begreep van Florian dat dat super goed ging tijdens de lectures. Dat jullie dat zelfs 2 periods hebben gedaan. Dus voor die ga ik wel het antwoord posten. Maar daar ga ik nu niet doorheen lopen. Zodat we meer tijd hebben voor de rest. En zodat we ook nog even uitgebreid tentamen kunnen bespreken. Kunnen jullie allemaal heel even unmuten. En dat ik zeker weet dat jullie er allemaal zijn. Dat ik jullie kan horen. Dat vind ik altijd een fijn begin. Ja, ik hoor jullie. Oké, super. Goedemorgen. Oké, nou de doelen voor vandaag. Ten eerste dat jullie weten hoe je met futures en forwards kunt hedgen tegen prijsrisico. Dus dit wordt gebruikt echt voor risk management, niet om te speculeren. Het is kan ook, maar dat is niet waar jullie het voor moeten leren. Jullie moeten het begrijpen voor hoe bedrijven dit kunnen inzetten om risico weg te hedgen. Nou, dan ten tweede gaan we naar het derde grote gebied binnen corporate finance. Dus eigenlijk zijn er 3 vraagstukken in corporate finance. Ten eerste, hoe kan je het beste de investeringsbeslissing maken? Dus dat is dat heel capital budgeting vraagstuk. Daar hebben we het ook in het eerste jaar over gehad. En daar zijn we nu natuurlijk mee doorgegaan voor de levered firm. Het tweede grote vraagstuk is capital structure. Dus hoe financier je je activiteiten? Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad tijdens dit tweede jaar. En het derde vraagstuk, daar gaan we het vandaag over hebben. Hoe financier je je day-to-day operations? Dus dit is je werkkapitaalmanagement. Nou, het is belangrijk dat jullie dat derde deel ook goed begrijpen. En eigenlijk het belangrijkste onderdeel daarvan, wat voor jullie belangrijk is om te weten, is hoe je de operating en cash cycle uitrekent. Dan vertaal je eigenlijk je werkkapitaal, je cash, naar dagen in plaats van naar geld. Oké, en het allerlaatste, en dat is denk ik voor jullie de allerbelangrijkste, is dat jullie gewoon helemaal 100% comfortabel voelen voor tentamen 23 december. Nou, de gezichten die ik hier zie, jullie waren er altijd trouw bij. Jullie hebben je dingen gedaan en dan is het echt een super fair tentamen. Dan weet ik zeker dat je dit hartstikke goed gaat doen. Daar gaan we het ook nog even over hebben. Oké, nou gaan we natuurlijk weer beginnen met een warm-up. Dus als jullie alles klaar hebben, gaan we daarmee beginnen. En ik begreep dat er nu een veel kleinere vertraging in YouTube is. Dus dat is wel super leuk voor met de mensen in YouTube met de quiz nu. Jullie kunnen echt reageren en dan zou ik van, ik kan wel horen wat jullie reageren. Dus dan kan er meer live meegedaan worden met de quiz. Dat is super leuk. Oké, de eerste vraag. Nou, forward en futures. Dat zijn 2 hele vergelijkbare type contracten. Die allebei ingezet kunnen worden door bedrijven om risico weg te managen. En denk dan aan prijsrisico, bijvoorbeeld van koffie, van cacao, van commodities. Dat kan ook bijvoorbeeld wisselkoersrisico zijn, exchange rate risk. Of het risico van een rente die omhoog of omlaag gaat. Dat is met name voor banken of financiële instellingen. Maar het zijn 2 verschillende type contracten, toch? Wat is nou geen omschrijving voor een future contract van deze 4. Zie jij ook al in YouTube dingen binnenkomen of niet? Nog niet. Oké. Hoeveel hebben we in YouTube? Nu 75. Oh, oké. Het is rustig. Dat is vroeg. Nou, Matthijs en Mark, jullie hadden dat helemaal goed. Dat is counterparty risk, inderdaad. Ik heb hier heel even een overzicht gemaakt van de 2 verschillen tussen de contracten. Om het uit te leggen, stel je voor, ik ben Starbucks en jullie hebben een koffieplantage. Nou, als jullie bang zijn dat de prijs omlaag gaat, is dat natuurlijk een probleem. Want dan krijgen jullie minder geld voor je koffiebonen. Minder geld voor jullie koffiebonen. Terwijl ik ben juist bang dat de prijs van koffie omhoog gaat. Want dan moet ik meer betalen voor de koffiebonen die ik wil verkopen. En ik weet niet zeker of ik meer aan mijn klanten kan gaan vragen. Nou, dan zijn er eigenlijk 2 opties. Of wij spreken onderling af dat over een jaar tijd, dan heb ik die koffiebonen nodig. Dan ga ik het voor dit bedrag van jullie kopen. Dat is een forward contract. En dan heb je dus echt een counterparty die je kent. Je spreekt een specifieke datum af. En op die dag
tot op de koffieboon nauwkeurig. Dus je kan ook echt helemaal kiezen hoe dat contract is. Tot op de boon nauwkeurig kan je dat afspreken, wordt er geleverd. Dat is een forward contract. Nou, wat ook kan, is dat een van ons tweeën zegt, nou, ik ben eigenlijk helemaal niet bang voor dat risico. Ik heb geen zin om dat weg te hedgen. Dan kan je dus niet direct met je counterpart dat contract aangaan. Maar dan moet je naar een exchange gaan. En daar worden gewoon gestandardiseerde contracten, future contracten aangeboden, om toch dat risico weg te hedgen. Ja, dus dat is het verschil. En dan is het voordeel dat je niet counterparty risk hebt. Want iedere dag moet degene die een verlies of een winst maakt, die moet zorgen dat dat op de rekening staat. Dus op die manier is er niet een risico dat op de dag van levering er niet wordt geleverd en er niet wordt betaald. Volgen jullie dat verschil? Oké, super. Nou, dan gaan we nu even naar de chocola. Wat kan een cacao-producent doen om te hedgen tegen het risico dat de prijs van cacao naar beneden gaat? Moet hij een long, een short positie nemen en het is de spot of the future price? Ik zie veel C's binnenkomen. Het juiste antwoord is D. Ja, dus ook in YouTube komen C's en A's binnen. C's en A's. Oké, okay, nou, dan is het goed dat we deze bespreken. Die producent die is dus bang dat de prijs van cacao naar beneden gaat. Dus die wil zeker weten dat hij het juist voor een bepaald bedrag kan verkopen. Dus dan moet je gaan shorten. Dan moet je sellen voor een fix bedrag. Dan weet je zeker, oké, okay, voor dat bedrag kan ik het verkopen. En omgedraaid, degene die, dus ik heb hier een plaatje van Lindt, die chocola heeft, die zijn juist bang dat de prijs van cacao omhoog gaat. En die zouden juist long gaan, want die willen fixen voor welk bedrag ze iets kopen. En het doel van allebei is niet om geld te verdienen, het is simpelweg om gewoon risico te managen, prijsrisico te managen. En nogmaals, voor de producent is het dus een probleem als die prijs naar beneden gaat. En voor de manufacturer, voor de Lindt, is het juist een probleem als die omhoog gaat. Ik heb een vraag uit de YouTube. Ja. Jill vraagt, als je bang bent dat prijs daalt, waarom dan een forward price? Dus dat betekent dat je voor een vaste, je neemt altijd, by the way, een short of een long positie at the forward price. De spotprijs betekent gewoon wat je er vandaag de dag voor betaalt. Dus daar hoef je geen contract voor af te sluiten. Dus je neemt altijd at the forward price en je spreekt dus af voor de toekomst, over een jaar tijd, wil ik gewoon voor dit bedrag kunnen verkopen, in dit geval. Dankjewel. En dan vraagt Rosa, en hoe bepaal je dan precies wanneer het een forward of een future wordt? Ja, dat hangt vanaf. Dus als je een counterparty hebt, het voorbeeld wat ik net gaf. Ik ben Starbucks, jullie hebben een koffieplantage. Als je het met elkaar overeen kan komen en je precies afspreekt voor welke hoeveelheid, dat is een forward. Dus als je degene van wie je koopt of verkoopt, als die samen met jou een contract wil aangaan, dat is een forward. Als diegene daar geen interesse in heeft, dan ga je naar de exchange toe en doe je het via een future. Misschien nog even wat buiten het onderwerp om, vraagt Len, zijn de opgaven van hoofdstuk 25 aangepast aan ons curriculum in Connect? Ja, dit zijn minder opgaven, dit is alleen van vraag 1, zeg maar van 25.1 tot en met 25.4. Ja, klopt. Super. Oké, okay, top. Laten we heel even doorgaan met dit voorbeeld. Stel je voor dat die cacao-producent over een jaar tijd 500 metric ton cacao gaat leveren aan Lindt. Nou, wat ze kunnen doen is, of ze doen helemaal niks. Ze wachten gewoon af wat dan de prijs gaat zijn. Op dit moment is de prijs $230 per metric ton. Of ze gaan samen een contract aan, ze gaan samen een forward contract aan. Dat er over een jaar tijd, ze denken dat de prijs naar beneden gaat. Dus ze spreken af, oké, okay, over een jaar tijd gaat Lindt $228 betalen per metric ton cacao. Dan gaan we daarmee door. Stel je voor dat ze dat contract aangaan, maar de prijs is uiteindelijk 231 metric ton.
$231 per metric ton cacao. Wat is dan de winst of verlies van deze positie? Oké, nou supergoed. De meesten komen wel met A en dat is inderdaad het juiste antwoord. Hier is over de tekening. Dus met een short positie, een short forward, dat is een rechte lijn naar beneden. En als de prijs lager wordt dan die forward prijs, dan is het dus positief voor je short position. En denk erover na, als producent had je een probleem als die prijs lager werd. Dan ging je minder verdienen. Maar doordat je een tegenovergestelde positie neemt, doordat je juist die short position hebt, dan ga je verdienen als die prijs dropt. Nou, in dit geval gaat de prijs juist omhoog. Naar 231. Dus dat betekent dat die producent nu 228 keer 500 gaat ontvangen. Want dat had hij afgesproken met Lindt. Als hij niks had gedaan, als hij het risico niet had gehedged, dan had hij die 231 keer 500, dan had hij meer ontvangen. Dus in dit geval is het een loss voor de producent. Betekent dit dat het nou dom was van de producent om deze short forward aan te gaan? Oké, nog een keer, want het geluid is niet heel hard hier. Ik weet niet of dat aan hier ligt. Of... Nog niet. Heel ver weg hoor ik je. Misschien dat het aan het systeem hier ligt. Kan je nog een keer wat zeggen? Ja. Ja, oké, top. Nu hoor ik je goed. Ja, luid en duidelijk. In principe als we kijken, dan is het misschien wel een domme zet. Omdat het toch verlies maakt. Maar het verschilt heel weinig. Mm-hmm. Ja. Dus het was wel het is niet echt dat hij een hele radicale keuze heeft gemaakt. Zo. Nee, nou ik vind je antwoord inderdaad goed. En wat ik daar nog aan toe wil voegen is, op het moment dat ze het contract aangingen, wisten ze niet wat er ging gebeuren met de prijs. Voor hetzelfde geld was die prijs wel gezakt. En dan was het juist goed geweest om die positie aan te gaan. En precies zoals je goed zegt, Galil, het verschil is niet veel. En ze spraken dat af, dus die 228 betekent dat hij met 228 een goede marge kan hebben. Dat hij daar blij mee is. Dus hij wilde gewoon vastlokken dat hij die marge heeft voor 228. Nou, als er dan een beetje meer of een beetje minder, dat maakt niet uit. Want wat ook had kunnen gebeuren was dat het helemaal was gezakt, veel lager. Omdat er iets heel ergs was gebeurd, een grote catastrofe. Dus het betekent niet dat het dom is om het aan te gaan. Het betekent dat ze gewoon hebben gelokt op een positie waar ze allebei een goede marge hebben. En ja, je kan dan net wat winnen, net wat verliezen. Maar je marge is gewoon goed. En je wist niet wat er ging gebeuren. Dus nogmaals, dit is om te hedgen voor risico, voor risicomanagement. Niet om te speculeren. Niet om geld mee te verdienen. Oké, een beetje teruglinken aan vorige week. Hoe kan je die payoff van een long forward, dus die lijn omhoog, hoe zou je die nou kunnen nadoen met een call en een put? Er heel even van uitgaan dat de call en de put gratis zijn, wat natuurlijk niet zo is. Jeetje, supergoed. Jullie zeggen volgens mij allemaal C. Nou, dat zit er hartstikke in, hè? Florian heeft natuurlijk heel veel met jullie gedaan. Dat is echt het ding met al die dingen uittekenen. Dus jullie hebben supergoed opgelet. Je long forward, die kan je nadoen met een long call en een short put. En je kan nu, zeg maar, hier een formule van maken en dan kan je dus alles nadoen. Dus je kan ook zeggen een long call en dan breng je short put naar de andere kant. Wat dus een long put wordt, is een long forward plus een long put. Oké, dan gaan we forward en futures voor de quiz even met rust laten. We hebben er zo dadelijk een vraag over. Het is best wel een pittige vraag. Dus als je de quiz begrijpt
En de vraag die we straks gaan doen, dan zit je wel goed. Hebben jullie nog vragen over forwards en futures? Want dat is wel, denk ik, handig om nu alvast te doen. Ja, kom eens terug. Tentamen. Sorry, oh, je vraagt of het terugkomt op de tentamen. Ja, tuurlijk. Ja, het is onderdeel van de lesstof, dus er zit zeker wat in op het tentamen. Sorry, kan je dat nog één keer herhalen of je ze kan prijzen? Ja, ik word van ons verwacht dat we ook die formules kunnen toepassen om de prijzen van te berekenen. Dus met die storage costs en die forward rate, et cetera. Zo diep wordt niet verwacht. Dus zeg maar waar we nu zijn geweest met de quiz, wat Florian heeft gedaan qua payoff-structuur. Eigenlijk wat een beetje dit is, dat heeft hij besproken met jullie. En wat we straks gaan doen, dat is echt... om echt te zorgen dat jullie het zeg maar helemaal begrijpen. En dat is wel dat laat wel goed zien hoe ver jullie moeten gaan. Dus dat antwoordt hopelijk je vraag. Oké, dan gaan we nu dus naar de derde grote area van corporate finance. Short-term finance. Short-term finance en planning. Gaan we beginnen met deze vraag. Dus in 2019 had Apple... meer dan 250 miljard biljoen in cash. Even als context, dat is meer dan de hele GDP van Finland, dus van een heel land. Denken jullie dat dit een probleem is voor Apple of niet? En ik ben heel benieuwd, dit is gewoon een open vraag om jullie antwoord te horen. Typ het in de chat, Zoom, reageer. Ik zie een eerste nee komen van Galil. Vertel. Ze hebben een... Als ik het goed begrijp, kunnen ze hun projecten nu met hun eigen geld financieren en krijgen ze volgens mij, volgens het cash cycle, heel snel geld weer terug. Misschien zelfs negatief als ze zoveel cash overhouden. Dus dat is een goed teken. Ja, heel goed. Dus je zegt er is heel veel cash om projecten te financieren. Toch? Ja. Ja. Dat is een heel goed antwoord. Zijn er ook mensen die denken dat er een nadeel aan is? Ja. Zegt Storm dat het wel een probleem is, wel met een vraagteken. Misschien beter ergens in investeren. Ja, heel goed Storm, dat klopt inderdaad. En dat linkt wel weer een beetje aan wat Galil zegt. Dus op het moment, kijk, dit is eigenlijk de samenvatting ervan. Dus cash is goed in termen van liquiditeit. Dus het betekent dat je genoeg cash hebt om je rekeningen te betalen, om je werknemers te betalen... om je huur te betalen. Dus je moet genoeg cash hebben voor al die dingen. En om je day-to-day business te doen. Alleen het zitten op cash. Dus gewoon cash als een bedrag hebben. Dus op het moment dat dat op hun balans staat. Dat betekent dat het nog niet in projecten zit. Dus als je gewoon op cash zit en er niks mee doet. Dat is niet goed in winstgevendheid. Daar verdien je geen geld mee. Sterker nog, nu is het zelfs zo... in Nederland in ieder geval, in verschillende Europese landen, dat als je cash hebt staan op de bankrekening, dat daar negatieve rente over gevraagd wordt. Dus het zitten op cash is niet goed. Dus bepaalde vragen die aandeelhouders zullen hebben voor het management, is waarom, zoals Galil goed zei, hebben jullie dat geld op de rekening staan? Waarom investeren jullie niet in projecten? Hebben jullie geen positieve NPV-projecten? Kan ik me niet voorstellen voor Apple, maar waarom doen jullie er niks mee? Als er geen positieve NPV-projecten zijn, waarom geven jullie het dan niet terug aan aandeelhouders door middel van dividend of aan debtholders in de vorm van dat er geld wordt afbetaald, dat er schuld wordt afbetaald? En als je zoveel cash hebt, wordt dat niet gebruikt om even lekkere employee-feestjes te geven, om het management in een vliegtuig naar weet ik het wat te vliegen? Dat is ook altijd een gevaar van heel veel cash. Dus aan de ene kant... Is het belangrijk dat je genoeg cash hebt? Aan de andere kant, het moet ook niet zoveel zijn dat het tot vragen leidt van waarom investeer je het niet? Ja, Moos gaat ook nog als aanvulling, want over vermogen moet je normaliter toch ook belasting betalen. Over vermogen moet je belasting betalen? Ja, dus over het hebben van cash. Nee, pas als je het... je hebt natuurlijk over de winst wordt belasting betaald. Dus dat maakt niet uit voor cash of... Dat wordt op het moment dat je het uitbetaalt aan je aandeelhouders. Dan moeten zij er ook nog een keer belasting over betalen.
Oké, dan gaan we naar een bedrijf toe. En die heeft non-current assets. Dus activa, de lange termijn activa. Van 5000 miljoen, 5 biljoen. Lange termijn liabilities van 1200 miljoen. Current assets, huidige activa, anders dan cash van 2000 miljoen. En current liabilities van 1100 miljoen. Nou, dan weten we ook nog dat de equity, het eigen vermogen, een waarde heeft van 7200 miljoen. En nu is de vraag, hoeveel cash heeft dit bedrijf? Zegt C, door Thomas en Rosa. Ja, helemaal goed, Thomas en Rosa. Dat is inderdaad C. Om deze op te lossen, moest je gewoon even een balans maken. Het is eerst de rechterkant van de balans met de liabilities en de equity. Als je die bij elkaar optelt, dan kom je op de totale waarde van de equity en liabilities van 9500 miljoen. Nou, dat betekent dat de linkerkant van de balans, het moet natuurlijk balanceren, dat moet ook 9500 miljoen zijn. Als je daar de current en de non-current asset van afhaalt, dan krijg je je cash figuur. En het verschil daartussen is die 2500 miljoen. Nou, wat op zich wel handig is om het zo in balans te zien, is dat het ook meteen aangeeft hoe je je cash dus kan verhogen of verlagen als bedrijf. Ja, als je de rest allemaal gelijk houdt. Dus wat gebeurt er op het moment dat je current assets omlaag gaan? Gaat je cash... Super. Dus dat betekent voor je cash is het top als je inventory omlaag gaat, je inventaris, en als je receivables, je debiteuren omlaag gaat. Dat betekent meer cash. Als je non-current assets omlaag gaan, wat gebeurt er dan? Super. En is dat, denk je, een goed idee? Ligt eraan wat de non-current asset is. Want als het cash oplevert, zeg maar, als het operating, als je er geld aan verdient, dan zou ik zeggen nee. Ja. En als het verlies laat, de asset is dan wel. Supergoed antwoord, helemaal gelijk. Een gezonde business die heeft zijn geld geïnvesteerd in non-current assets die juist weer meer cash in de toekomst opleveren. Dus dan is het dom om te verkopen. Maar inderdaad, als je er niks aan verdient, dan kan je het beter verkopen. En wat anders doen met die cash. En de andere kant, als je current liabilities omlaag gaan, wat gebeurt er dan? Ja. Dus is dat goed om, om je payables bijvoorbeeld omlaag te pushen? Ligt aan het geldkost, zou ik zeggen. Als je rente of zo kan betalen, dan zou ik zeggen wel. Ja, weer super antwoord. Ja. Ja, heel goed. Nou, over het algemeen is het antwoord nee, dat is niet goed. Je wil je payables zo lang mogelijk hebben. Dus je wil over zo lang mogelijk geld betalen aan jouw suppliers. Maar op het moment dat jij een boete krijgt omdat jij te lang wacht met betalen, ja, dan kan je beter, dan moet je dat afwegen, is die boete het waard. Maar in principe wil je je payables juist zo hoog mogelijk hebben. Nou, dan blijven natuurlijk ook nog non-current liabilities en equity over. Als die omhoog zouden gaan, meer schuld, injectie van eigen vermogen, dan gaat je cash natuurlijk omhoog. Maar dat zou je niet doen om cash op de bankrekening te hebben, tenzij je echt een tekort hebt natuurlijk. Stel je voor, je hebt een probleem, je hebt te weinig cash. Moet je misschien naar de bank gaan, moet je misschien je aandeelhouders vragen wat te injecteren. Maar dat doe je pas op het moment dat je in problemen zit. Of als je dat geld even als cash hebt en vervolgens gaat investeren in je bedrijf. Dus in je non-current assets. Oké, dit is op basis van cash in geld. Maar wat eigenlijk een hele goede en veel gebruikte manier is om dit uit te drukken, is niet in cash, maar in dagen, in tijd. Dus daar gaan we nu naartoe. Dit is een bedrijf wat boeken verkoopt. En het koopt ze boeken gemiddeld 75, verkoopt ze boeken gemiddeld 75 dagen nadat zij het gekocht hebben. Dus zij kopen de boeken, ligt het in de winkel en gemiddeld gezien wordt een boek na 75 dagen verkocht. De receivables, dus de debiteuren turnover, is 36,5 keer per jaar. Dus dat betekent dat in één jaar die 36,5 keer
geturned over worden. Ze betalen hun suppliers gemiddeld 30 dagen nadat ze de boeken gekocht hebben van hun. Wat betekent dit dan voor de operating en de cash cycle? Hoeveel zijn die? Matthijs is super snel. Ik heb hier ook uit YouTube, zegt Vienna, operating 111,5 en cash 81,5. Rosa zegt 85 operating, 55 cash. Ja, Rosa, jij hebt gelijk. Als ik het me goed herinner. Ja, kijk. Matthijs, jij ook. Je had hem echt super snel goed. Dat was hartstikke goed. Wat we nodig hebben om deze uit te rekenen is ten eerste de days in inventory. Hoe lang zit een boek, ligt daar op de schappen? Nou, dat was gewoon direct gegeven, 75 dagen tussen dat boek wordt gekocht en wordt verkocht. Dan moeten we weten, nadat het is verkocht, hoe snel ontvangt dit bedrijf zijn geld? We wisten wel de turnover, dus hoe vaak per jaar dat omgaat. Ik zit heel veel te denken, want het Nederlands woord is maar turned over. Nou, er zitten 365 dagen in een jaar. Gedeeld door hoe vaak dat turned over, dan kom je op 10 dagen. Nou, hierbij is het altijd trouwens dat een boekenbedrijf dat alleen aan consumenten, aan jou en mij verkoopt, die heeft bijna geen, of die zou eigenlijk receivables van nul hebben. Want wij kopen en we betalen meteen. Maar dit bedrijf verkoopt dus ook aan wat businesses. Die op factuur betalen en wat later betalen. Dus daarom is deze hier 10 dagen. Nou, die twee bij elkaar opgeteld. Dus dat is vanaf het moment dat ze de boeken zelf kopen, naar het moment dat ze betaald krijgen. Dat is 85 dagen. Daar moet je dan de payables, dus wanneer zij moeten betalen aan hun suppliers, van wie ze de boeken hebben gekocht, die moet je daarvan afhalen. Dat is 30 dagen. Dat betekent dat er 55 dagen zit. Dit is je cash cycle van 55 dagen. Dat jij hebt betaald, maar zelf nog niet bent betaald. En daar heb je geld voor nodig. Daar heb je cash voor nodig. Want jij moet wel betalen, maar je hebt zelf nog niet je geld ontvangen. Nou, als je dat in dagen uitdrukt, kom je op 55 dagen. Is dit goed te volgen voor iedereen? Belangrijk onderwerp. Oké, we gaan er zo ook nog eentje bespreken. Die is nog wat uitdagender, want daar moeten al die dagen goed uitgerekend worden. Maar dit is wel belangrijk dat jullie dit goed begrijpen. Dan gaan we nu naar echte data. Dit is wel uit 2014, dus ik weet niet of het dit nog steeds het geval is. Maar wat is de cash cycle van Amazon? Gegeven dat de average days in inventory, zijn inventaris, dat is 46 dagen... Zij ontvangen hun geld gemiddeld 21 dagen nadat er gekocht is van hen. En zij doen er 91 dagen over om hun suppliers te betalen. In de YouTube wordt B benoemd. Ja. Heel goed, ik zie hier ook B's voorbij komen. Ik zie ook dat er nog een beetje gerekend wordt. Maar dat is dus een negatief getal. Kan dat wel? Wat betekent dat? Dat dat negatief is? Dat ze sneller verkopen dan dat ze hun suppliers betalen. Ja, dat ze sneller verkopen of... Sneller hun geld binnenkrijgen, laat ik het zo zeggen. Heel goed. Ja. Dus zij ontvangen geld voordat zij ervoor moeten betalen. Dat is echt fantastisch als je dat als bedrijf kan doen. En dat is gewoon het bedrijfsmodel van Amazon. En ik denk trouwens ook van een Coolblue. Zeg maar van al zulke soort bedrijven. Die super groot zijn. Kijk, je moet hier wel een groot bedrijf voor zijn. Hè? Want dat betekent dat je zo machtig moet zijn. Dat jij tegen je supplier zegt. Hé, weet je wat? Ik ga je pas na 3 maanden betalen.
Dat is echt bizar. Daar moet je supermachtig voor zijn. Maar ja, dat is Amazon natuurlijk. Zij betalen hun suppliers gemiddeld gezien pas na 3 maanden. En omdat zij dus hun geld eerder ontvangen, heb je een negatieve cash cycle, wat iets super positiefs is. Want dat is eigenlijk gewoon gratis geld wat ze daar hebben. Normaal gesproken is er een funding gap. En hier hebben ze gewoon gratis funding. Zij kunnen dat geld, die 24 dagen aan geld, kunnen zij gebruiken om gewoon te investeren in projecten. Als dit structureel is natuurlijk. Zijn er vragen hierover in de YouTube? Nee. Is dit voor iedereen duidelijk hoe dit negatief kan zijn en hoe dat iets fantastisch is voor een bedrijf? Oh ja, wacht, ik heb wel van Storm een vraag. Ja. Maken ze dan ook meer winsten dan anderen omdat het tot die tijd op de bank staat? En er dus een langere periode een hoger bedrag op de rekening staat? Nou, niet als ze er niks mee doen. Goeie vraag, maken ze dan meer winst mee? Niet als het gewoon op de bankrekening zit, daar verdienen ze niet mee. Maar als ze dat geld, als ze gewoon altijd weten dat ze zoveel, ja, soort van gratis geld hebben en ze gebruiken dat om te investeren in projecten, absoluut. Dan gebruiken ze dat geld om te groeien. Okay. En het kost ze niks. Oké, dan gaan we door. Gaan we naar de step-by-step exercises. Even kijken, we gaan beginnen met financial risk management. En ik heb hier expres een pittige gekozen. Ik denk wel dat het een leuke is om te begrijpen, aangezien jullie allemaal bedrijfskunde doen. Dus ik denk dat je bij een groot bedrijf wil werken. En dit is voor heel veel bedrijven super relevant, exchange rate risk. Maar het is best wel een pittige. Dus hij is wel in het kader van sweat saves blood. Dus schrik hier niet van. Oké, stel je voor dat jij de financiële director bent van een UK bedrijf. En het bedrijf verwacht een betaling van 200 miljoen in euro's te ontvangen eind september. Nou, en ze zijn bang dat er mogelijk wat gebeurt met die euro. Waar zijn ze bang voor? Dat de euro minder of meer waard wordt als ze een payment ontvangen? Meer? Ja. Maar als een euro... Minder, toch? Ja. Minder inderdaad. Voor hun is het een probleem als ze die euro kunnen omzetten in minder pond. Dus ze willen juist dat die euro in heel veel pond omgezet kan worden. En ik snap wel, voor andere bedrijfsactiviteiten is het misschien een ander verhaal. Maar voor deze payment, die willen ze in zoveel mogelijk pond omzetten. Hier willen ze tegen hedgen. Maar dat kan niet middels een forward contract. Dus ze hebben niet een directe counterparty. Degene van wie ze de betaling ontvangen, daar kunnen ze niet een forward contract mee aangaan. Dus dan moeten ze naar de exchange markt gaan voor een future contract. Nou, future contracten die zijn gestandardiseerd. Dus ze kunnen niet zeggen, onze payment ontvangen we eind september. We willen eentje voor eind september. Die bestaat niet. Het future contract wat er dichtst bij zit, is 13 december. Nou, vandaag de dag is begin van het jaar, is het 29 januari. Eén zo'n contract staat voor 100.000 euro. Vandaag kan je 1 euro omzetten in 0,9 pond. En de future rate, waarvoor dat contract is dat je 1 euro kan omzetten in 85 pond cent. Dus wat verwacht de markt? Dat de euro meer waard wordt? Nee, want minder pond roept toch? Ja. Ja, dus voor 1 euro ga je minder pond ontvangen. Oh, oké. Okay. Ja. Het is altijd moeilijk hoor, dit met exchange rate risk, dat ben ik eens. Maar dus ze verwachten, de markt verwacht ook, want de future rate is lager, dus die verwacht ook dat over, is het een jaar tijd ongeveer, dat je voor die euro 1 euro minder kan ontvangen. Nou, het zijn verschillende vragen. De eerste vraag is, hoe kan je hedgen tegen die currency risk? Nou, we zeiden net al met elkaar, kwamen we tot de conclusie van, dit bedrijf is dan bang dat die euro minder waard wordt. Dus zie dat als een price decline. Wat doe je bij een price decline als je daar bang voor bent? Weten jullie nog van de quiz? Het is hetzelfde als in de quiz. Dan ga je een short future contract aanmaken. Super, ja.
Als je bang bent voor een prijs die klein, dan wil je juist een contract dat je wint op het moment dat die prijs omlaag gaat. Tegenovergestelde, dus dan ga je short. Even kijken, het gaat om 200 miljoen en één contract is 100.000. Dus hoeveel van die contracten heb je dan nodig? Ja, 2000 volgens mij. Ja, super. Nou, dan weten we dat alvast. En dan gaan we, want dan kan ik ook het volgende lezen. Dus je gaat short in 2000 future contracten. Helaas niet voor die eind september datum. Die bestaat niet voor dichtstbijzijnde voor 13 december. Nou, het is nu eind september. En stel je voor dat het dan blijkt dat je voor 1 euro, dat die omgezet kan worden in 95 pond cent. Wat betekent dit? Dat de waarde toch omhoog is gegaan. Super. Dat is wel laag zoals we hadden verwacht. Helemaal goed, inderdaad. Hij is toch juist omhoog gegaan. En nu op dit moment met de nieuwe informatie, is de prijs van dat future contract met een einddatum van 13 december, dus waar jij short in bent gegaan, is gegaan voor dat je voor 1 euro dat je die kan omzetten in 92 pond cent. Dus hij is omhoog gegaan en ze verwachten wel dat hij nu weer wat naar beneden gaat. Nou, ik ga dit even allemaal uittekenen. Nu wordt gevraagd wat is de total gain of loss earned by this British company? En dan wat betekent dit voor de effectieve exchange rate? Oké, ik ga heel even de tijdlijn tekenen, want ik denk dat het makkelijkst is om het te begrijpen. We begonnen op T is 0. Dat was de datum 29 januari. Wanneer je dat future contract bent aangegaan. Die payment van 200 miljoen. Die is hier. Die is op T is 1. Eigenlijk moet die iets meer daar staan. Wacht. 4. En dit is dus september. Nou, er was helaas geen future contract voor die datum dichtstbijzijnde. Dat noemen we T is 2. Dichtstbijzijnde was 13 december. Nou, hier waar we zijn begonnen met het verhaal. Op dat moment was de spot rate dat 1 euro omgezet kan worden in 0,9 pond. En de prijs van het forward contract op tijdstip 0. Dus als je hem aangaat, als je hem hier was aangegaan. Voor een forward contract die expired tijdstip 2. Was 1 euro die omgezet kan worden in 85. In 0,85 pond. Lager, want de verwachting is dus dat de euro minder waard wordt. En daar wil je ook tegen hedgen. Nou, nu blijkt, we zijn inmiddels september. Dat geld wordt betaald. En op dat moment is de spot rate ineens dat 1 euro omgezet kan worden in maar liefst 95 pond cent. 0,95. Dus die 200 miljoen kan omgezet worden tegen de spotrate van 0,95 pond. Maar goed, je hebt gehedged tegen het risico dat er het tegenovergestelde zou gebeuren. En om uit die positie te komen met een future contract, je verkoopt hem door het tegenovergestelde te doen. Dus je bent eerst short gegaan. En na die september wil je er vanaf. En dan ga je juist long, dan koop je hem. En dat betekent dat je de positie, zo heet dat, closed out. Nou, op dat moment moet je hem kopen voor
0,92 pond per 1 euro. Nou, dus hoeveel, de vraag hoeveel verdient of verliest het bedrijf? Nou, ten eerste is er die cash transactie. Dus die 200 miljoen wordt omgezet tegen de spot rate op dat moment. Kijk heel veel. €200 miljoen keer de spotrate op dat moment. Dus die kan je omzetten tegen die voor jou positieve spotrate. En dat betekent dat je dat kan omzetten naar 190 miljoen pond. Ja, deze doet het lekkerder. Okay. Maar goed, dat future contract, daar moeten we vanaf. Je bent short gegaan, dus je verkoopt voor 85 pond cent per euro. Voor 0,85 pond. Dus van je, dus je gaat close out. Je future contract. Nou, je short sells die tegen die 85 cent. Short sell. Nou, we hadden met elkaar beredeneerd, het zijn 2000 contracten in totaal. Weet je wel, die 200 miljoen gedeeld door 100.000 per contract. Dus 2000 contracten. Nou, één contract heeft een waarde van die 100.000. Dus let op, dit keer, dit is gewoon weer die 200 miljoen, hè. Maar ik breek hem even op, zodat je weet hoe het zeg maar echt daadwerkelijk gaat. Dus die 2000 contracten, ieder contract 100.000, dus een waarde van 200 miljoen. Keer die 0,85 per euro is 170 miljoen. Dus voor die verkoop ontvang jij 170 miljoen. Dus heel even weer. Dit is een short positie. En omdat de prijs dus omhoog is gegaan, is dat negatief voor je positie. Maar aan de andere kant, hier is het weer positief, want je kan die 200, naar meer geld, die 200 miljoen naar meer omzetten. Dus het is, het, ja, je hebt het gewoon weggehedged. Stom vraagt, is het dus nu 20 miljoen verlies? Nee, we zijn er nog niet. We moeten hem nog close-outen. Dus we verkopen die 2000 keer 100.000 voor die. En hoe kunnen we het verkopen? Dan moeten we er long in gaan. Dan moeten we het eerst kopen. Long, dus we moeten nu kopen, weer die 2000 keer 100.000. En op dat moment kunnen we het kopen voor deze forward rate. Dus we moeten het voor een duurder bedrag kopen. Voor 0,92 pond per euro. En dat kost je dus op dat moment, oh, 184 miljoen. Dat betekent dat je verlies in dit geval van die future positie gelijk is aan deze min die, dus min 14 miljoen. En dat betekent dus dat het bedrijf in totaal 190 min 14 miljoen, dus 176
miljoen ontvangt. Maar waarom verkoop je eerst en ga je erna weer kopen? Ja, zo werkt het met een future contract. Dus je neemt een tegenovergestelde positie om ervan af te gaan. Dus zo werkt een future contract gewoon. Dus als je short bent gegaan om ervan af te gaan, moet je long gaan. Als je long was gegaan om ervan af te gaan, moet je short gaan. Dus om iets te kunnen verkopen, moet je het eerst hebben. Dus je ging er wel short in, maar je had het niet. Ja. Maar nu vraagt Ruben, maar het berekenen van de cash transactie, T1, ja, is in dit geval dan toch niet nodig? Ja, dat is wel nodig, want het bedrijf gaat die 200 miljoen, die wordt gewoon op dat moment omgezet. Dus dat is ook het verschil tussen een forward en een future. Dus die 200 miljoen wordt gewoon omgezet. Je hebt niet een afspraak met degene van wie je het geld ontving om dat voor een bepaalde prijs te doen. Dus dat wordt gewoon tegen de spot rate omgezet. En jij bent los daarvan die future contracten aangegaan. Dus het totale wat het bedrijf ontvangt is die 190 min 14 miljoen is... dus money for company is, dus die min die, 176 miljoen. Dat betekent, dat was vraag C, wat de effectieve exchange rate voor dit bedrijf was. Nou, zij hebben dus voor 200 miljoen euro, en dat hebben ze nu kunnen omzetten in 176 miljoen pond. Even kijken. Hier. Dus de effectieve wisselkoers. Exchange rate. Is dat ze 176 miljoen pond hebben ontvangen voor 200 miljoen euro. Oh, wacht. Dit is belangrijk. Voor 200 miljoen euro. Dus dat betekent dat hun effectieve exchange rate 0,88 pond per euro is. Maar als je die ook nog vergelijkt, die 88 cent met wat het was op dat moment. Dus als je die 88 cent min die 95 cent doet, keer 200 miljoen euro, dan kom je ook op dat verlies van 14 miljoen op de future contract. Rosa vraagt, doen we nog wat met, even kijken, de spot, 0,90 in spot rate op T is 0? Nee, daar doen we niks mee. Nee, dat was alleen een indicatie van wat was het startpunt en om te begrijpen van, oh, de markt verwacht dus ook dat die naar beneden gaat. Maar komt hier nu nog enig verschil in verband met die Brexit? Is er content wat merken wij hiervan, een soort van met dit soort dingen? Ja, dit is super relevant met de Brexit natuurlijk, want daardoor schommelt dit veel meer. En is het veel onduidelijker welke kant die opgaat en wat er gaat gebeuren. Dus klopt, hartstikke relevant. Kun je dat verlies niet te sneller uitrekenen door die... door gewoon dat verschil in pond per euro te vermenigvuldigen met die 200 miljoen die je hebt. Om zo op die min 14 miljoen uit te komen. Ja, dat je meteen dit doet. Meteen die min die keer. Ja, tuurlijk. Ja. Absoluut. Ja, dat is. Jij houdt ervan om dingen snel uit te rekenen. Dat is supergoed. Als je het helemaal begrijpt. Maar ik schrijf hem even helemaal uit om echt goed uit te leggen hoe het werkt. Maar absoluut, dat is een hele snelle manier om het uit te rekenen. Zijn er verder nog vragen? Nogmaals, dit is dus echt wel een hele pittige voor futures forward. Ik denk wel heel leuk en relevant om te begrijpen hoe dat werkt. Want dit is dus voor heel veel grote bedrijven super relevant, wisselkoersrisico. Omdat ze bedragen ontvangen en betalen in verschillende currencies. Dus super relevant om te weten. En als je begrijpt nu ook heel goed hoe zo'n future contract werkt. Wat het dus verschil is met een forward contract. Maar dit zien wij wel echt als een challenging opgave. Dus de absoluut niet de bedoeling hiervan is om je bang te maken voor tentamen of daarvoor af te schrikken. Oké? Oké, dan gaan we even pauze houden. Wel een kwartiertje. Tot, hoe laat leven we ook weer? Oh ja, tot 9:55. Yes?
Oké, tot zo.
Yes, hallo, daar zijn we weer. Ik kreeg in YouTube een hele goede vraag nog in de chat over deze vraag. En dat was, wat was er gebeurd als het een forward contract was geweest? Dus als het een forward contract was gegaan, was geweest, dan had jij dus als Brits bedrijf met degene van wie jij dat, die 200 miljoen euro ontvangt, afgesproken. Oké, voor dit bedrag, zeg maar, jij draagt het risico van die wisselkoers of niet? Nou, en als dat die 85, dat die future rate is, stel je voor dat dat hetzelfde is, dus die 85 pondcent per euro, dan is het dus dat min wat het uiteindelijk blijkt te zijn, wat die 95 cent is, min elkaar. Dus dat is 10 cent keer die 200 miljoen, dus dan was het een verlies van 20 miljoen geweest, met die getallen. Want dan kan je niet terug, dan kan je geen lange positie komen, toch? Nee, dan spreek je gewoon met diegene af, oké, op het moment dat ik het geld ontvang, jij draagt het risico van de wisselkoers of ik draag hem. Dus in dit geval draagt het Britse bedrijf hem, is het afwachten wat de wisselkoers was. Maar ze hadden ook op het begin kunnen afspreken van, nee, we spreken nu af dat het tegen deze wisselkoers gereld gaat worden. En dan afhankelijk van wat dat is, als dat die 85 cent is, dan is dus dat vergeleken met het, wat het daadwerkelijk is, dat is je verschil. Was het hetzelfde geweest als je future had gekocht die wel beschikbaar was geweest op eind september? Dus in dit geval is die future in december, volgens mij, ja? Ja. Maar als de future per eind september was geweest, zou je dan hetzelfde hebben als met die forward, dat je dan gewoon één contract koopt? Of moet je dan ook een soort dubbel contract hebben? Ja, je moet wel een dubbel contract hebben, dus je gaat wel altijd het tegenovergestelde doen. Maar dan was dus de rate op dat moment anders geweest. Omdat er niet nog 2 maanden zit waarin iets kan gebeuren. Ja, oké. Goeie vraag allemaal. Oké, dan gaan we nu door naar het andere hoofdonderwerp van de dag, short-term finance. We hebben hier allemaal cijfers van een bulldogbedrijf. Ik weet het niet, dat is iets met spullen voor honden misschien. En dan wordt gevraagd om de operating en de cash cycle uit te rekenen. Oké, we hebben allemaal getallen. Inventory, accounts receivable, dus je debiteuren. Accounts payable, je crediteuren. We hebben een begin van het jaar cijfer wat op de balans staat en een eindcijfer. Dit is niet mijn goede pen. Weet je waar de goede pen is? Oké, inventory begint bij 8.413, wordt 10.158. Account receivable 51.08. Oh, trouwens, laat ik dat meteen vragen of jullie het begrijpen. Inventory gaat omhoog. Is dat een goed ding voor je cash of een slecht ding voor je cash? Slecht. Super. Accounts receivable, dus je debiteuren gaat omhoog. Goed of slecht? Slecht. Super. Je crediteuren, account payable, gaat ook omhoog. Best wel zelfs. Goed of slecht? Dat is wel goed. Top. Nou, dat zit er lekker in. Oké, wat we nu eerst gaan doen is het gemiddelde uitrekenen van de twee. Nou, gemiddelde is natuurlijk gewoon de 1 plus de ander gedeeld door 2. Nou, voor inventory kom je dan op 9.285,50. Voor accounts receivable, voor je debiteuren, kom je op 5.273,50. En voor je accounts payable, voor je crediteuren, kom je op 7.276. Dus dat is stap 1. Je gaat het gemiddelde uitrekenen. Stap 2 is dat je gaat uitrekenen wat de turnover is. Dus hoe vaak turnt dit over in een jaar, gegeven dat bedrag.
daarvoor hebben we nog nodig de getallen. De net sales, dat is 67.312 euro. En je cost of goods sold, waar je het voor hebt gekocht, dat is 52.827. En dit is dus voor een heel jaar. Nou, als je voor een heel jaar je COX 52.827 is en het gemiddelde van je inventory is die 9.000 nog iets, dan kan je door deze met die te delen uitrekenen wat je turnover is van je inventory. Dus hoe vaak die erin en eruit gaat op een jaar. Dus je turnover voor je inventory is die 52.827 gedeeld door die 9.285,5. En dat betekent dat de turnover van je inventory 5,69 keer per jaar is. Dus gemiddeld gezien, in één jaar gaat de inventory er meer dan tussen de 5 en 6 keer erin en eruit. Voor je accounts receivable, welke gebruik je? Je sales of je COGS? Sales. Heel goed. Dus dan gebruik je die 67.312 gedeeld door 5.273,5. En dan kom je op een turnover van 12,76 keer. Dus die gaat best wel vaak over de kop in een jaar. Over de kop, dat is het woord in het Nederlands, denk ik. Oké, voor je accounts payable, voor je crediteuren? Ik heb zelf een foutje gemaakt. Oh, oké. Soms maak ik ook foutjes, dus corrigeer me dan vooral. Helemaal met zoveel getallen. Net zei 76, maar het is 67. En als je die omdraait, dan kom je op 14. Oké. 67 dus. Oké. Mooi. Jill vraagt ook, moeten we de deling niet nog keer 100 doen? Of klopt een van de bedragen niet? Welke moeten we keer 100 doen? De deling. Even wel. De? Deling, zegt ze, maar geen idee. Ik vraag het even. Nee, je moet het niet gedeeld door 100 doen hier. Oké, dan de accounts payable. Dus wat je moet betalen aan je leveranciers. Gebruik je daar je net sales of je COGS voor? Ja, COGS. Heel goed. Ja, want dat is het bedrag waar jij je spullen voor hebt gekocht van hun. Dus 52.827 gedeeld door die 72.076. Dan kom je op een turnover van 7,26 keer. Nou, dan zijn we er bijna voor de dagen. Dus om nu de dagen uit te rekenen, dus de days in inventory, de days in receivables, de days in payable, nemen we het aantal dagen wat in een jaar zit. 365 dus. En die deel je door de turnover, want zo vaak gaat het per jaar over de kop. Dus dan kom je op het aantal dagen. Nou, als je 365 gedeeld door 5,69 doet, dan kom je op 64,16 dagen days in inventory. Dagen in inventaris. Je komt op 365 gedeeld door 12,76, kom je op 28,60 days in receivables. En je komt op maar liefst 50,27 days in accounts payable. Dus ze zijn best wel goed in hun suppliers pas laat betalen. Nou, nu hebben we alle informatie om onze operating en cash cycle uit te rekenen. Dus de operating cycle bestaat natuurlijk uit die days in inventory.
Dus die 64,16 days in inventory. Dus tussen het moment dat je het koopt, dat Bulldog-bedrijf het koopt en het verkoopt, zitten iets meer dan 24 dagen. En dan moeten ze nog eens gemiddeld een maandje, 28,6 dagen, wachten totdat ze betaald krijgen. Dus 28,6 days in receivables. Nou, je operating cycle is vanaf het moment dat je het binnenkrijgt, het product binnenkrijgt, totdat je betaald krijgt. Zoals deze twee gewoon bij elkaar opgeteld. Dat betekent dat je operating cycle 92,75 dagen is. Nou, wat we ook nog weten is dat zij hun suppliers na 50 dagen moeten betalen. Ik zeg dat het ongeveer hier is. Dus 50,27 dagen in accounts payable. Dat betekent dat ze een funding gap hebben. En dat is je cash cycle. Dus er zit een periode van 92,75 dagen min die 50,27. Dus dat is 42. Cash cycle is 42,48 dagen. Wat betekent die 42,48 dagen ook alweer? Financieringsgap? Ja, dus en nog iets meer woorden eraan? Zeg maar, je hebt al betaald en dan wanneer je betaald nog gaat krijgen van je financiering, hoe lang het duurt. Precies. Dus er zit 42,48 dagen tussen het moment dat, dat jij krijgt betaald en dat jij moet betalen. Super. Ja? Ik heb een vraag uit de YouTube. Is het ook, zijn dit soort type opdrachten dat we kunnen verwachten tijdens een tentamen? Ja, nou, goede vraag, want ik wilde het net zeggen. Want we hebben natuurlijk in de quiz gedaan een paar van zulke vragen en nu deze. Dus dit laat goed zien. Wat we met het tentamen doen, is we willen ongeveer 50% vragen qua gemiddeld, qua moeilijkheidsgraad. 25 moeilijk en 25 wat makkelijker, wat sneller. Deze zou wel richting de moeilijk gaan. Dus voor dit onderwerp is dit een moeilijke vraag. Die vraag die we in de quiz hadden, die eerste waar je wel nog even, waar je niet gewoon de dagen had gekregen, maar wel nog iets moest uitrekenen. Die zou dan regulier zijn, die zou die 50% zijn. En die vraag over Amazon, waar je alle dagen direct al had gekregen, dat zou een easy zijn. Ja, dus ik denk dat dat een goed voorbeeld geeft van, het kan dat zo'n vraag erin zit. Dat hoort dan bij die ene 25%. Het kan dat hij er lichter in zit en dan valt hij in een van die andere buckets. Oké, super. En dan vraagt Jill nog, zou je nog één keer kunnen herhalen wat de 42,48 dagen precies betekent? Ja, tuurlijk. Dus die 42,48 dagen, dat is het aantal dagen dat zit tussen dat jij al hebt moeten betalen en dat jij je geld pas gaat ontvangen. Dus jij, uit jouw portemonnee heb je al moeten betalen. En je gaat jouw geld pas ontvangen over 42,18 dagen. Dus daar heb je financiering voor nodig. Daar heb je iets van cash voor nodig om dat te kunnen overbruggen. En dan nog als laatste. Van Annika. Zij zegt, in Connect zijn er ook vragen over het berekenen van de cash collections en het berekenen van de eind accounts receivables. Maar alleen wordt hier niet over gesproken in de colleges. Is dit wel of geen tentamenstof? Oké, okay, nou, daar gaan we nu naartoe. Dit is een mooi bruggetje. Ja, top. Oké, okay, onze allerlaatste vraag.
een bedrijf genaamd Marcel. Daar hebben we hier de salesnummers van voor de komende 4 kwartalen. En er is ook de sales gegeven voor het eerstvolgende kwartaal. Of voor het kwartaal in het eerstvolgende jaar. Dat is 970. Nou, we weten dat dit bedrijf 75% van de sales van volgend kwartaal moet kopen in dit kwartaal. En de payables periode is 60 dagen. Let op, 60 dagen is natuurlijk 2/3 kwartaal. Dus als jij iets in januari koopt, of als dit bedrijf iets in januari koopt, dat moet dus betaald worden na 60 dagen. Dat 1 januari, na 60 dagen zit dat wel nog in dat kwartaal. Want dan zit je op 1 maart. Maar wat februari gekocht is, dan kom je op april. Dus dat is het volgende kwartaal. Ga ik zo nog verder over. Dan weten we nog dat andere cash-outs zijn. Dat is natuurlijk altijd salaris, belasting is een cash-out. Other expenses kan bijvoorbeeld huur zijn. Dat is 20% van sales. En andere cash-outs zijn financieringsbetalingen zoals rente en dividend. En dat is ieder kwartaal 60 pond. Nou, en hier wat we moeten uitrekenen zijn de cash-outlays, dus de cash-uitgaven. De sales. Ik zet ook heel even het kwartaal 4 van afgelopen jaar erbij. Jullie zullen zo zien waarom. Q1 weten we dat de sales 750 pond is. Q2 is dat 920. Q3 890. Q4 is 97. En het eerste kwartaal van het eerstvolgende jaar is 970. Nou, wat is gegeven is dat de inkoop is 75% van volgend kwartaal. Dus in Q4 moet 75% van 750 ingekocht worden. Als je dat keer 750 doet, keer 75%, dan betekent dat vorig jaar ingekocht moet worden voor een bedrag van 562,5. Het eerste kwartaal van dit jaar moet er 75% van 920 ingekocht worden. En dat is 690. Ja, dus dat is weer die 75%. Nou, zo ga je door. Q2 moet er 75% van 890 ingekocht worden. Dat is 667,5. Dat is daar 75% van. 75% van die 790 wat in Q3 gekocht moet worden is 592,5. En in het laatste kwartaal moet 75% van het eerste kwartaal van het volgend jaar gekocht worden. En dat houdt dus in 727,5. Dat is je inkoop. Dat is wat anders dan je cash out. Want wat is gegeven is dat de paymentperiode, de betaalperiode, 60 dagen is. Dus je inkoop is wat anders dan wat daadwerkelijk je cash out is, wat daadwerkelijk je payment is. Gegeven die 60 betaalperiode, payment period. Nou, als je bedenkt, je hebt hier januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december.
Nou, als we dan even kijken naar deze. Wat je 1 januari hebt gekocht, 60 dagen, is dus 60 dagen 1 februari, 1 maart. Moet je 1 maart betalen. Dus wat het deel van januari, dat moet wel dit kwartaal betaald worden. Maar deze twee, wat je in februari betaalt, hoeft pas... wat je in februari koopt, hoeft pas april betaald te worden. Wat je maart koopt, hoeft pas mei betaald te worden. Dus eigenlijk krijg je dat je steeds... Deze 2 maanden, die pak je daar erbij. En je hebt wel de eerste maand van jouw kwartaal. Die inkoop moet je wel betalen. Ja, dus dat is hier ook weer. Deze 2 ga je pas het volgende kwartaal betalen. Deze 2 ook pas het volgende kwartaal. En die ook. Nou, dan heb je hier ook nog... wat is het? Oktober, november, december. Dus november en december... Hier. November, december, die ga je daar betalen samen met januari. Dus dat betekent dat je november en december 2/3 van die 562 moet je in Q1 gaan betalen. En 1/3 van die 96, die januari, die moet je ook betalen. Dus ja, 2/3 en die 1/3. Dat geeft je een bedrag van 605 pond in Q1. Nou, je inkoop van Q1, daarvan gaat 2/3 betaal je in Q2. Plus 1/3 van je inkoop van Q2, dat gaat om die april. Die moet je wel hier betalen, kom je op 628,5. Nou, op diezelfde manier doe je dat voor Q3 en Q4. Kom je op 642,5 pond en op 637,5. Dat is je cash-out door die 60 dagen betaalperiode. Oké, maar we hadden meer cash-out. We hadden... Hij vraagt of kan de opsplitsing van de kwartalen nog 1 keer worden uitgelegd? Ja, tuurlijk. Oké, als je naar Q1 kijkt, wat je in januari koopt, dan moet je 60 dagen later betalen. De 1 januari, 60 dagen later, is 1 maart. Dus dan moet je gewoon dit kwartaal betalen. Ja, dus daarom heb je 1/3 van dit kwartaal moet gewoon hier betaald worden. Maar februari en maart, wat je 1 februari koopt, dat hoeft pas over 60 dagen. Dus februari, maart, april, hoeft pas in april betaald te worden. Wat je in maart koopt, hoeft pas in mei betaald te worden. Dus 2 van de 3 maanden, 2/3, hoef je pas volgend kwartaal te betalen. Yes? Oké. Nou, dan zijn er nog andere cash-outs, zoals salarissen. Salarissen, belastingen, dat soort uitgaven. Dat is 20% van je sales. Nou, dus 20% van die 750 is er natuurlijk 150. 20% van 920 is 184. 20% van 890 is 178. En 20% van 970 is 158. Heb ik nog een vraag, Celine? Men zegt dat zij uitkomen op 682,5 en niet 628,5. Oh, heel goed. Inderdaad. Ik ben een beetje aan het einde van de les gekomen. Goed opgevallen. Dus het klopt helemaal. Ik had ze de getalletjes omgedraaid. 682,5. En deze vraag nog. Moet je er dan altijd van uitgaan dat je per maand inkopen doet? Ja. Goeie vraag, dat is niet specifiek hier gegeven in de vraag, maar ja, daar ga je vanuit.
Heel goed, dan hebben we ook nog rentebetalingen en dividendbetalingen. Nou, dat is gegeven dat dat iedere maand gewoon 60 is. Dus dat ieder kwartaal natuurlijk, 60, 60, 60. Nou, wat is dan je totale cash-out? Dat is die 605 plus 150 plus 60. Dus je totale cash-out is 815. Je totale cash-out hier is 926,5. Hier de drie bij elkaar opgeteld is 880,5. En hier kom ik uit op 855,5. Nou, dit is je cash-out. Het kon natuurlijk ook zijn dat je ook je cashbalans op het begin had. Dat je juist wat betalingen had die je had ontvangen. Die tel je erbij op. Dit haal je ervan af. En dan weet je wat je cash aan het einde van de periode is. Er zit ook nog wel een goede opgave hierover in Connect. Wat heel even belangrijk is, is dat jullie begrijpen als een betaling pas later is hoe dat werkt. En dat je sowieso heel goed weet wat is een cash-uitgave en wat is het niet. Bijvoorbeeld afschrijving, dat zou niet meegerekend moeten worden, want dat is niet een cash-out. Zijn hier nog vragen over? Dit lijkt misschien iets ingewikkelder dan het is. Als je op een gegeven moment doorhebt van die ene maand betaal ik dit kwartaal en die andere twee gaan naar volgend kwartaal, dan is het niet heel ingewikkeld. Moos vraagt, dus eigenlijk is het gewoon liquiditeiten of ziet hij dat verkeerd? Dus eigenlijk is het gewoon liquiditeit, ik weet niet. Het heeft alles te maken met liquiditeit. Dus je hebt meer liquiditeit als je pas later hoeft te betalen, als je dat bedoelt. Is dat helemaal goed? Oké, top. Dankjewel. Oké, nou dan hopelijk na ook deze workshop erbij weten jullie nu ook wat futures en forwards zijn. Wat het verschil is en hoe ze werken. Nou, weten jullie wat short-term finance inhoudt en hoe je daarmee juist waarde kunt vasthouden of zeg maar kunt lokken versus kunt creëren, zoals een Amazon doet. En dat jullie weten hoe je een operating en een cash cycle uitrekent. Nou, dan hebben we nog wat tijd om het over tentamen te hebben. Zoals jullie weten, voor dit jaar is het 2 uur. Bestaande uit 50% multiple choice, 50% open. Voor de mensen die de retake doen, die nog het oude curriculum hebben, is het 2,5 uur en 2 open vragen meer. Net een deel is hetzelfde en sommige dingen net anders, omdat jullie andere hoofdstukken hadden. Nogmaals, 20 multiple choice vragen, 8 open vragen. Multiple choice zijn allemaal rekenvragen. Open vragen zijn allemaal theorievragen. Nou, we hebben er 2 uur, dus 120 minuten. En het tentamen is wel opgezet dat het qua tijdmanagement, je gaat best wel kort in je tijd zitten. Dus mijn advies is echt, leer alsof het een closed book tentamen is. Want je gaat echt no way de tijd hebben om voor iedere vraag in je boek te bladeren en het op te zoeken. Dus zorg gewoon sowieso ook dat je op het moment alles bij de hand hebt. Als ik jullie was, dan zou ik altijd zelf een samenvatting met alle belangrijke formules maken. Dat ik die gewoon heb liggen en dat ik niet in het boek hoef te gaan bladeren. Oh, wat was ook alweer de Modigliani-Miller 2 formule. Zorg gewoon dat je dat bij de hand hebt. Ik heb jullie ook tijdens de workshops af en toe een Excel gegeven, waarmee je dingen sneller kunt oplossen. Zorg dat je die open hebt staan. Ja, zorg dat je daar, dat je gewoon helemaal klaar voor bent. En dat je niet hoeft te gaan bladeren in je boek. Want als we gaan uitrekenen 120 minuten... Die open vragen, daar heeft Florian al meer over verteld. Op zich zijn het vrij korte vragen. Of dat je, als je het begrijpt, heb je maar een paar zinnen nodig om die goed te antwoorden. Hoef je niet een heel boekwerk te schrijven. Doe dat ook vooral niet. Schrijf het gewoon zo kort mogelijk, maar dat het wel klopt. Nou, als je daarvan uitgaat, dan zal je met een open vraag, heb je aan 5 minuten echt wel genoeg. Voor het uitschrijven van een paar zinnen. 8 open vragen keer 5, zeg 40 minuten. 120 totale minuten min die 40 voor de open vragen, kom je uit op 80 minuten voor je multiple choice. 80 minuten voor 20 vragen betekent dus gemiddeld 4 minuten per vraag. Ja, dus hou dat in je hoofd, dat is ongeveer wat je er gemiddeld voor hebt. De ene vraag
Dat betekent niet dat je voor iedere vraag 4 minuten bezig bent en dat je in paniek moet raken als je met 1 vraag langer bezig bent. Er zitten vragen in die langer duren. Er zitten enkele in waar je misschien wel richting de 10 minuten mee bezig bent. Maar er zitten er ook een paar in die je wel echt in 1 minuut moet oplossen. Ja, maar hou het in de gaten. En als je op een gegeven moment boven de 10 minuten voor een vraag komt, echt ga door naar de volgende vraag. Want anders ga je het echt niet redden. Ja, en niet om jullie bang te maken, maar het is gewoon goed om daar van tevoren bewust van te zijn. Ook trouwens goed om te weten, is zeg maar omdat het echt wel spannend is qua tijd, ga je echt niet de tijd hebben om met studiegenootjes te overleggen. Als je dat gaat doen, gaat het echt ten koste van je eigen cijfer. Dat hebben we trouwens bij Finance 1 ook echt wel gezien. En dat, ja, er is zo weinig tijd. We hebben nu nog meer verschillende versies. Dus jullie krijgen allemaal de vragen in verschillende volgorde aangeboden. Met allemaal verschillende versies, waarvan je niet direct ziet welke versie jij hebt versus de ander. Dus als je tijd gaat verspillen aan kijken of je dezelfde vraag hebt, wat misschien je denkt dat zo is, en achteraf niet zo blijkt, echt dat gaat backfiren. Dus om jullie te waarschuwen, ik zou het echt niet doen. Gewoon zorgen dat je jouw dingen kent. Nou, iedereen vraagt natuurlijk wat is de beste manier om voor te bereiden. Waar we sowieso van uitgaan is dat jullie voor een les je boekhoofdstuk hebben gelezen. Dat jullie naar de lecture zijn geweest, dus dat jullie de theorie doorgronden. Dat je je goed hebt voorbereid voor mijn workshops, dus die vragen hebt gemaakt of in ieder geval hebt bekeken. Dat je de workshops hebt gevolgd en als je nog niet een opgave begrijpt na de workshop, dat je daar nog een keer naar kijkt. En dat je je static exercises in Connect hebt gedaan als extra oefening voor de meeste hoofdstukken, want de meeste zijn natuurlijk besproken in de lessen. En in de workshops. Maar er zijn ook een aantal hoofdstukken. Die hebben wij niet besproken in de lessen. En niet in de workshops. Die heb ik altijd op het begin van mijn slide. Staat die zo onderaan van welke hoofdstukken self-study zijn. En wil ik heel even dit laten zien. Want daar schrok ik wel een beetje van gisteren. Ik ging kijken. Wij kunnen gewoon inzien hoeveel mensen in Connect de opgave aan het doen zijn. Die eerste is voor chapter 12. Was ons eerste hoofdstuk over risk. Nou, ook op zich maar 500 studenten die daarmee bezig zijn of klaar mee zijn. Nou goed, misschien werken jullie allemaal in teams van 4 en gaat dat supergoed. Maar als ik kijk, die 14, 18, 19, dat zijn die self-study chapters. Even serieus, 74 in progress en 80 submitted. Ik zeg dit niet om boos te worden of weet ik het wat, maar gewoon wel om jullie te waarschuwen. Dat zijn de self-study chapters. Daar hebben wij niks over gezegd. Het is wel onderdeel van de tentamen. Dus doe die zeker. Ja? Over die andere hoofdstukken kan je zeggen, oh, ik begrijp de lecture workshop zo goed. Ik weet zeker, iedere opgave die hierover komt, I'm gonna nail it. Ik snap het helemaal. Maar voor die hoofdstukken kijk er wel nog naar. Oké? Dan, ja, en je hebt natuurlijk nog meer exercises in Connect. Dus als je nog meer wil voorbereiden, dan kan je ook nog de algorithmic doen. Die zijn gewoon precies hetzelfde als de static, maar dan verandert er steeds een nummertje. Dus dat is meer gewoon als extra oefening, als je dat fijn vindt. Dat is helemaal up to you. Er is dat smart book natuurlijk. Dat is meer om wat te begrijpen, om te weten of je de concepten goed begrijpt. Kan je ook allemaal doen. Maar dat is wel na die eerste dingen, oké? Dus de basis. En als je dat allemaal goed begrijpt, dan zou je het goed moeten doen. Dus die basis, boek, lectures, workshops, exercises. En Connect, static, zeker voor die self-study. Dan, en ik denk, weet je, ik zie jullie gezichten. Jullie hebben hier supergoed meegedaan. Ik denk echt dat jullie het heel goed gaan doen. Want het is een hartstikke eerlijk tentamen. Er zijn niet verrassingen in of weet ik het wat. Jullie hebben gewoon goed meegedaan. En ik heb wel het idee dat jullie het allemaal best goed begrijpen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel studenten die niet naar de lectures en workshops komen. En dan, als je dan nog allemaal moet gaan terugkijken, lijkt het me wat ingewikkelder worden. Maar voor als je gewoon altijd goed hebt meegedaan, dan maak je geen zorgen. Dan is het gewoon echt een super eerlijk tentamen. En ga je heel veel terugzien van wat hier is besproken. Laatste dingetje nog. Het systeem wat wordt gebruikt is Remindo. Hebben jullie daar al wel eens een tentamen in gehad? Nee? Oké, nog niet. Nou, volgende week ga ik iets uploaden. Een document waarin het wordt uitgelegd en dan kan je klikken en dan kan je een oefentoets maken. En die oefentoets is ook om het systeem te leren kennen. Dus het spreekt allemaal heel erg voor zich, maar dan hebben jullie al een keer in het systeem gezeten. Weten jullie hoe het eruit ziet. En dan hoef je ook geen zorgen te maken over het systeem.
Celine, ik heb nog een paar vragen uit YouTube. Eentje was van Rosa. Mogen jullie ook de open vraag in het Engels beantwoorden? Een goede vraag. Dus voor de Nederlandstalig of je... Ja, ik zie daar echt... Ik ga dit wel heel even... Ik wil noteren, want ik wil niet ja zeggen. Maar ja, het lijkt me dat dat mag. Kijk, sommige vragen ook van Nederlandstalig, mag ik hem in het Engels hebben? Dat zouden we heel graag voor jullie willen doen, maar het kan technisch gezien niet. Want jullie studentencode is gekoppeld aan het Nederlands tentamen en dat moet van de examencommissie in het Nederlands, omdat het een Nederlands vak is. Dus dat kan niet, maar ik zie geen probleem. Onze graders die kunnen allemaal Engels. Ons antwoordmodel is zelfs in het Engels. Dus 99% zeker dat je in het Engels mag antwoorden. Ik ga het alleen nog heel even voor de zekerheid checken. Of weet ik dat, examination board, of dat een probleem is. Maar 99% dat kan, ja. Oké, top. Even kijken hoor. Dan heb ik nog een vraag van Moos. Moet je de tussenstappen van je calculations aantonen? Nee, want de calculations, multiple choice is calculations. Alleen eindantwoord aanklikken. En de open vragen is alleen maar theorie. Dus dat is alleen maar tekst. Super. Trouwens, daar wil ik wel nog één ding over zeggen, over die multiple choice. Je zit natuurlijk soms met afronden. Als jij net anders afrondt dan wij hebben afgerond, dan krijg je een net ander antwoord. Ja? Maar jouw antwoord zal dan altijd nog heel dicht liggen bij het correcte antwoord. Dus we hebben niet antwoorden zo dicht op elkaar, dat je dan gaat twijfelen of het A of B is. Het is gewoon heel duidelijk, oh, mijn antwoord is bijna hetzelfde als dat, dan zal dat het goede antwoord zijn. Ja? Dus dat maak je daar geen zorgen over. Oké, top. Voor mij had Galiel nog een vraag, ja. Ik heb ook nog een vraag. Ja? Ga je gang. Volgens mij is het systeem waar dan moet je toch de hele tijd met je muis op het beeld zijn. En mag je niet switchen. Dus hoe ga je dat dan doen met Excel? Als je steeds zeg maar gaat switchen van een andere tablet naar Remindo en weer terug. Is dat zo? Ik had zoiets gelezen in ieder geval. Want dat zo bij een andere vak. Maar ik weet niet in hoeverre dat... Oké, nou, dit is ook sowieso nog een punt die wij hebben openstaan om dit voor de zekerheid te checken. Wij vinden dat jullie gewoon Excel moeten kunnen gebruiken. Ja. Punt. Dus dat moet geregeld worden. Oké. Ja. Heb ik nog een vraag van Farah. Is het qua grading 50% open vraag, 50% multiple choice? Ja, klopt. Ja. Oké. Verder nog vragen in YouTube? Niet meer? Ja, YouTube nog eentje over de Engelse termen. Worden alle Engelse termen ook, alle Nederlandse termen ook in het Engels? Ja, dus als er staat, weet ik het wel, de market value, of Nederlandstalig, de marktwaarde van het eigen vermogen is, staat er tussen haakjes, the market value of equity. Ja, dus je krijgt Nederlands en dan tussen haakjes wat de Engelse term is. En niet voor de dingen... Je gaat een lening aan, dan is het niet, dat niet. Dus het is wel gewoon Nederlandse taal, maar al die termen, die staan in het Engels. Ja? En sommige termen zelfs, daar weten wij ook niet de Nederlandse term van. Dus die staan gewoon in het Engels. Ja, dat oefententamen wat u nog online gaat gooien, kan je dat meerdere keren maken nog? Ja, kan je meerdere keren maken. En dat is wel redelijk representatief voor het tentamen. Oh nee, dus het is niet inhoudelijk gezien een oefententamen. Het heeft niks met finance te maken. Maar het is gewoon een remindo systeem oefententamen, ja. Ja, okay. Dus als je oefententamen in die zin is gewoon alle opgaven die we hebben gedaan nog een keer doen, connect doen. Dat is je, ja. Ja, en dan vraagt hij me nog, dus static en de theorie in connect is genoeg. Ja, zeker weten. Ja. Als je dat begrijpt, dan hoef je niet ook nog eens algorithmic. En zelfs die theorie is gewoon een soort van nice to have om het te checken of je het allemaal begrijpt. Dat is ook een beetje additional. Dus de basis is connect static. Oké. Okay. Ja, is dat helemaal duidelijk voor tentamen? Jazeker. Oké, mooi. Voelen jullie een beetje voorbereid? Moet het nog komen? Nou, de gezichten die ik hier zie, die doen het goed hoor. Altijd hier. Dus dan heb ik wel het idee dat jullie... Ik ga wel opzoeken wat jullie gescoord hebben. Dat zou ik graag geven.
Nee, maar ik denk dat jullie gewoon het echt goed gaan doen. Ik ga het wel opzoeken. Ik ben wel benieuwd wat jullie gaan halen. En ik verwacht een goed cijfer. Yes? Voordat ik ga afsluiten, een verzoek. En dat is, kunnen jullie alsjeblieft de evaluatie invullen. Jullie krijgen natuurlijk altijd een evaluatielink. En ik snap dat je heel vaak denkt, oh, geen zin in. Maar dat helpt Florian en mij echt mega. Helemaal omdat we natuurlijk helemaal anders nu zijn gegaan qua systeem. Dan helpt het ons supergoed. Want het is allemaal een stuk prijziger dan de normale manier van lesgeven. Dan helpt het ons enorm als we bewijs hebben van... Oh, kijk eens, we hebben niet een N van 10 die zegt dat ze het leuk vinden. We hebben een superhoge N. Zoveel studenten geven aan dat ze dit geweldig vinden. Mogen we volgend jaar weer dit budget. Ja? Dus dat is ons verzoekje aan jullie. En dan super bedankt voor jullie actieve bijdrage altijd, dat jullie hier kwamen, zo vroeg in de ochtend ook. Echt, ik vond het super leuk om hier op de vrijdagochtend te staan. En dan wens ik jullie heel veel succes met de tentamen. Hartstikke bedankt. Super, dank u wel. Jullie bedankt. Voor alle moeite. Het ziet er wel gewoon, het ziet heel professioneel uit. Dus, ja. Nou, leuk om te horen. Bedankt. Heel veel succes allemaal. Dank je wel. Doei doei. Tot ziens. Doeg. Doeg.